Yo, leuk dat je kijkt naar Goeie Vraag. Ik ben Tom van Gamerset.nl en vorige week stelde ik jou de vraag om te stemmen op een van de vier vragen die de week daarvoor alweer ingezonden waren. Super moeilijk dit allemaal. Maar thanks voor het stemmen, jongens, en thanks voor het kijken. Want deze week, we konden er niet meer onderuit. Novel, we hebben je vraag proberen zo lang mogelijk te negeren. Maar omdat je alles in hoofdletters typte, konden we er niet meer onderuit. En plus, iedereen stemde op jouw vraag. Dus bij deze, we gaan het doen. Hoe kom je aan je in-game naam? Take it away, redactie. We gaan het hebben over onze in-game usernames en hoe de fuck we eraan zijn gekomen. Let's go. Wat is je in-game name? Dat vraag je nou al een aantal weken. Dankjewel ervoor dat je het ook allemaal in caps doet. Dus wij krijgen jou, we hebben jou echt in ons hoofd ook als een heel erg iemand die alleen maar schreeuwt. Maar ook gewoon bij de slager. Zo, mag ik een plakworst? Maar goed, mijn in-game name is Peter. En Peter is ontstaan op de middelbare school. Toen, als ik niet luisterde of vervelend was, dan noemde mijn klasgenoot me altijd Peter, uit ermee op. En dat was een beetje een running gag. Dus mijn klasgenoot op de middelbare school, op de HAVO of op de MAVO, dat weet ik niet meer, hebben dat bedacht. En dat het Peter is op Xbox Live, ben ik best wel trots op, want het is Peter zonder toevoeging. Het is gewoon echt vijf tekens, P-E-T-O-R. Geen nul ook, en niks geks. Maar dat komt omdat ik al lid was van Xbox Live bij allereerste Xbox Live, bij Halo. En je gaat nu beelden zien van hoe dat er toen uitzag. En dat was echt de eerste online service voor Steam volgens mij nog. Van een externe partij waar je lid van kon worden. En daar moest ik ook een creditcard voor hebben. Dus heb ik aan mijn vader gevraagd toen. Want dat kon allemaal niet met niet-creditcards. En ja, en toen waren er nog best wel veel namen beschikbaar. Dus ik vulde gewoon Peter in. En het was gewoon mijn naam. Ja, en die heb ik sindsdien op Xbox Live. Neem ik die natuurlijk mee. Dus dat is wel echt super tof. En variaties zijn Peter GN, heb ik Peter NL, heb ik allemaal shit. Dus super vet. Dat is mijn in-game name. En dat is eigenlijk bedacht door mijn klasgenootjes op de middelbare school. Nou, goeie Frag, Novel. Mijn in-game naam is Gaius Bermennicus. Dat is best wel een lange. En hij begon als Ber. Lekker simpel, B-E-R. Alleen, juist het simpele, dat maakte natuurlijk ook dat heel veel mensen hem gewoon claimen. Dus op een gegeven moment moest ik natuurlijk ergens, in Guild Wars 2 was het, moest ik een username instellen. En toen dacht ik van oké, dan combineer ik Ber met mijn favoriete Romeinse keizer, Caligula, die eigenlijk Gaius Germanicus heette. Dus ja, die combinatie is natuurlijk snel gemaakt. Germanicus, Bermanicus. Want in Guild Wars 2 moest je dan ook per se twee een voor- en een achternaam instellen. Dus dan komt het Gaius er maar bij. En zodoende kom ik aan mijn in-game naam, Gaius Bermanicus. Ja, goede vraag. Sappige Novel. Ook een hele vette username trouwens. De username die ik heel erg veel gebruik is, verrassend genoeg, Koppersan. Daar ben ik op gekomen door letterlijk een woord te zoeken wat nog niet bestond. Ik gebruik niet alleen maar de username, soms gebruik ik ook andere. Bij FIFA bijvoorbeeld vind ik het heel erg leuk om de meest debiele namen te zien. Ik heb laatst gekozen voor Hoerenk Spermatank. Want af en toe kun je mensen afzeiken, zeg maar, een persconferentie. En dan krijg je heel groot zo'n krantenkop. En dan staat er hoe Henk Spermatank zegt en dan ga ik helemaal stuk. Een stukje, ja, eigen plezier zeg maar. Koppersan is eigenlijk een, die is random verzonnen. Ik gebruik hem bijna alleen maar. Elk spel waar ik op start kan ik de naam zo invoeren. Mega handig, want username zoeken is vaak zo lastig. Tot vorig jaar was ik de enige die naam gebruikte. Want, grappig verhaal, vorig jaar is er een transgender naar ons toegekomen, naar mij specifiek. En die zei, ik wil mezelf om laten bouwen. Nou ja, prima, heb ik verder niks over te zeggen. Maar hij wilde ook zijn naam laten veranderen. En hij zei, ik wil mijn naam laten veranderen in Marcel Koppersan. Nou ja, wie ben ik om daar nee tegen te zeggen? Dus ik kreeg een paar maanden later een mailtje binnen van New York, de official State Department, dat hij zijn naam officieel laten veranderen in Marcel Koppersan. Dus tot vorig jaar was ik de enige die Koppersan heeft. Nou zijn er twee. Nou ja, prima, doe ik het voor. Ik heb eigenlijk twee in-game namen. En dat heeft te maken met meerdere stages in mijn leven eigenlijk. Eén is, zoals jullie misschien weten van de streams bij Daniel, Schapenwol. En nee, voor de mensen die al meteen als aasgieren klaarstaan, dat komt niet vanwege mijn haar. Dat is gewoon omdat iedereen heeft vast wel, ja, dat is echt zo'n Nederlands iets. Iedereen heeft wel zo'n fase gehad waarin ze een naam voor iets moesten verzinnen. En gewoon compleet willekeurige Nederlandse woorden gingen gebruiken. Van asbak, stoelpoot, schapenwol. Daar komt dat eigenlijk vandaan.
omdat ik gewoon een naampje nodig had. Maar dat is niet de naam waar ik doorgaans nog mee verder ga. Want met de naam Rila Kuma, zoals jullie ook al op het Gamersnet Forum kunnen zien en op de website. Met die naam ga ik eigenlijk door het leven online. Want die naam heeft voor mij eigenlijk een beetje een speciale historie. Er zit echt zo'n dubbele laag achter, die alleen ik natuurlijk weer heel grappig vind, maar dat even terzijde. De naam Ri, ja, jullie weten het, ik heet Ricardo. En in mijn vriendengroep word ik altijd Ri genoemd met dubbel I. En dat is op zich niet zo heel speciaal, maar het feit dat ik ook nog Beer genoemd word, dat is ook een dingetje van mijn vriendengroep. Ik word altijd De Beer genoemd. Dus Ri de Beer. En toen ging ik denken, Ri de Beer. Toevallig dacht ik ineens van, hey, in het Japans is Beer Kuma en dat is fucking vet. Ook Tekken 7, check het. Kuma vond ik een fucking vette naam. Dus ik dacht, Ri La Kuma, Ri de Beer. Daar is het eigenlijk van ontstaan. En toen later kom ik erachter dat je ook nog een product hebt van de makers van Hello Kitty. Dat is ook zo'n mascottetje en die heet ook Rila Kuma. Alleen dan net iets anders geschreven. Dat vertaalt zich eigenlijk in losse woorden naar Relaxed Bear. En dat vond ik fucking vet. Dus vandaar eigenlijk parallel met mijn naam en sindsdien is het altijd gebleven. Ik ben er heel trots op. Ik weet niet of dat iets is om trots op te zijn. Maar ik zet het graag op mijn grafsteen. Ja, Novel, dan heb je dan eigenlijk toch je vraag. En ja, op zich, ik vond het wel een leuke, want ik heb er ook wel weer een kleine anekdote over. Mijn naam komt uiteindelijk namelijk uit Metroid Prime. Had je niet verwacht, hè? Metroid Prime. Jezus, die game is oud. Nee, het ding is namelijk, ik zat vast op de eindbaas. Oh, sorry, mijn naam is trouwens Tardus met een Z. En nou komt een hele anekdote over een Metroid Prime eindbaas en die heet Tardus met een S. Zo heb ik ook een tijdje geheten. Het ding was namelijk, ik moest bij een bepaalde game, een bepaalde free-to-play MMO notabene, moest ik een naam hebben en al mijn vaste shit was al bezet. Ik weet ook niet meer wat ik daarvoor eigenlijk had, want we hebben het hier echt al over, denk 2003 of zo, dat ik die naam heb gekozen. I don't know. Maar ik moest voor Pristentail, free-to-play MMO, die volgens mij niet meer bestaat, misschien ook wel, moest ik een naam hebben. En alles was al bezet. En ik wist niet meer, ik wist niks meer. En ik zat een beetje te denken, oké, ik moet een nieuwe naam opdoen. Wat ga ik doen? Oh ja, ik zat nog vast in Metroid Prime. Bij die ene eindbaas. Dus ik ging dat weer spelen. Ik faal natuurlijk horrible, want ik zat al maandenlang vast bij die eindbaas. Maar goed, ik dacht, oké, Tardus. Hij is een gedegen opponent. Hij is een gedegen eindbaas. Dat is leuk. Ik ga mezelf in die andere game Tardus noemen. Die naam was nog vrij, dus daar heet ik dan Tardus met een S. Ik ga terug naar Metroid Prime en ik versla, I shit you not, ik versla die eindbaas meteen nadat ik die naam heb gekozen. En toen dacht ik, oké, this is fate. Deze eindbaas en ik zijn nu één. De kosmos heeft ons bijeengebracht. Ik ben nu Tardus, de fucking ijsgolem die best wel overpowered was destijds. Maar goed, uiteindelijk is die S is veranderd in een Z omdat ik, weet ik veel, 11 was. En omdat Tardus op een gegeven moment ook werd overgenomen op andere sites. Dus weet je wel, op een gegeven moment heb je die naam in het ene medium en dan stap je over naar een andere site of zo. Of stap je over naar een andere game of een andere service. En dan merk je dat iemand die naam daar wel heeft ingenomen. Dus toen werd ik noodgedwongen om van die S een Z te maken. En dat klonk ook gewoon cooler toen ik 11 was. Sorry, zo gaan die dingen. Maar goed, dat Tardus met een Z was overal nog vrij. Inmiddels niet meer. Inmiddels stelen mensen mijn naam wel eens, heb ik het idee. Maar goed, nou ben ik overal Tardus met een Z. En waar het kan, heet ik gewoon fucking Tom. Maat, ik heet op Gamersnet gewoon Tom. Er was al een Tom, fuck it. Ik heb die guy gewoon ervan afgegooid, zodat ik Tom kon heten. Fuck jou, echt dikke middelvinger. Maar goed, zo ben ik dus aan Tardus gekomen. Metroid Prime, eindbaas. Tardus en ik zijn één in de kosmos. Thanks, Metroid Prime. En please, Nintendo, ga weer eens een keer een goede Metroid game maken. Want what the fuck is dit? Heel die legacy kapot nou. Iedereen die kijkt is iets van, waar de fuck heeft die jongen het over nog nooit van een spel gehoord? Dat was fucking goed spel, maat. Doe normaal. Tardus. Met een Z. Zetje. Mijn in-game naam, die gaat eigenlijk wel wat verder dan het simpele Eclipticus wat ik nu ben op PlayStation Network. Vroeger was het Eclipse. En waarom Eclipse? Vroeger vond ik, volgens mij een beetje tijdens de Need for Speed Underground tijd, de Mitsubishi Eclipse super vet. Ik vond die wagen echt super awesome en die gebruikte ik altijd in racegames en shit. Ja, als je jong bent, dan schrijf je je naam ook echt met allemaal tekens en hoofdletters. Echt MSN-stijl, weet je wel. Dus ik had echt zo'n
hoekig haakje open, hoofdletter E, kleinletter C, hoofdletter L, kleinletter I, hoofdletter P, hoofdletter S, kleinletter E. En dan zo'n hoekig haakje weer sluiten. Dat was mijn nickname jarenlang. Eclipse, the fucking shit. Toen heb ik die op een gegeven moment omgebouwd toen ik zeg maar een normale tiener werd. Dat ik niet zo'n kut YouTube kind werd. Ik transformeerde zelfs mezelf gewoon in normaal Eclipse, zeg maar. En ik heb nog wel andere nicknames gehad, maar toen moest ik voor PlayStation Network in 2007 een naam verzinnen. Ja goed, Eclipse was natuurlijk al lang bezet, Het is echt zo'n shallow, simpele cliché naam, I know. En toen moest ik daar een verbastering op gaan verzinnen. Dus toen heb ik wat dingen verzonnen. Ik wilde niet Eclipse 69 zijn of Eclipse XXX78110. Weet je, dat vond ik allemaal super kut. Dus ik ben gewoon een naam gaan zoeken en toen dacht ik, Eclipticus. Ja, vond ik op zich wel oké. Die heb ik nu inmiddels 10 jaar en weet je, ik had best wel wat toffere shit kunnen verzinnen. Maar weet je, het is uiteindelijk is het mijn naam en het zegt ook heel weinig over mij. Want de Mitsubishi Eclipse is ook niet echt meer mijn favoriete auto of zo. En Eclipse als in zonsverduistering shit. I don't know, het is wel awesome, maar daar had het echt nul mee te maken. Dus ja, dit is mijn life story. Zodoende, daar heb je het. Dat zijn onze in-game namen en de manieren waarop we eraan zijn gekomen. Super interessant, toch? Nee, dacht ik inderdaad ook. Anyway, heb je zelf ook een leuke in-game naam met een leuk verhaal erachter? Vertel het ons. Ik zeg niet dat we geïnteresseerd zijn, maar goed, dat is leuk. Kun je vertellen, kan je je ei weer kwijt, zeggen wij top, leuk gedaan, super. Waar we meer geïnteresseerd in zijn, is nieuwe vragen. Wij zijn namelijk heel benieuwd naar wat voor vragen jullie ons willen stellen, zodat wij die volgende week kunnen beantwoorden in een nieuwe goede vraag. Denk creatief, denk persoonlijk, niet iets over namen graag. Maar goed, anyway, leuke vraag over games, stel het hieronder in de comments. Dan gaan wij het misschien volgende week wel beantwoorden. Anyway, Novel, toch bedankt voor je vraag. Leuk dat iedereen vorige week heeft gestemd. Bedankt ook voor het enorme aantal views die we op vorige goede vrijdag hadden. Misschien had het iets te maken met dat er tieten in zaten. I don't know. Had gekund. Anyway, dit was Tom van Gamerset.nl en de rest is ook allemaal langsgekomen. Gezellig, leuk, goede vrijdag. Volgende week weer. En tussendoor Gamerset.nl, man. We doen allerlei leuke dingen over games. Reviews, sketches, whatever. Ik was net nog verkleed als Link. Volgens mij zit er nog steeds verf in mijn wenkbrauw. Shit happens, maat. Anyway, cheers de ballen. Tot snel.